Anne-Gilles, jij bent assistentcoach van Borgerhout. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, ik denk uiteindelijk... We hadden een heel felle start van Boekenberg verwacht. Die kwam er ook, maar nadat de eerste storm ging liggen, kwamen we goed in de wedstrijd. En als je dan 3 doelpunten voorstaat met de rust, ja, dan heb je toch een kans. En dan begin je toch op meer te hopen eigenlijk. Inderdaad, wat dacht je onder de rust? Ja, hier kunnen we iets komen halen. Ja, natuurlijk. Je weet, hè, Boekenberg zo overacht een heel sterke ploeg. Dus je weet dat het heel moeilijk is om tot op het einde die voorsprong te verdedigen. Maar je weet nooit hoe je de kleedkamer uitkomt. En als je dan de kloof nog wat kan uitbouwen, dan is alles mogelijk. Maar dat ze gingen terugkomen, dat was ergens wel verwacht. Zeker wanneer ze dan over 4 jongens beginnen scoren. Ook in verdediging deden ze een heel tactische wissel. Door met Nick Janssens op Christophe Loos te gaan verdedigen. En bij ons valt dan aanvallend, ja, een beetje bij iedereen tegelijk alles weg. En dan wordt het heel moeilijk natuurlijk, hè, tegen Boekenberg. We hebben gezien dat in het begin van de wedstrijd een van jullie speelsters kermde van de pijn. Wat is er aan de hand? Wel, er werd eerst eigenlijk gevreesd voor een open vingerbreuk. Maar de laatste berichten wijzen erop dat, dat er een pees over was, de vinger uit de kom was. En doordat er een open wonde was, was het de pees die dus eigenlijk zichtbaar was. Dus het zou niet gebroken zijn, maar dus een pees over en een vinger uit de kom. Jullie zullen ze dan toch wel een hele tijd moeten missen, neem ik aan? Ik vermoed dat daar toch wel een enkele weken, laat ons hopen, geen maanden herstel bij komt. Maar daar hebben we voorlopig nog geen zicht op. Jullie coach werd op een bepaald moment ook terechtgewezen door de scheidsrechter. Wat was daar gaande? Ja, ik denk op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat Boekenberg in die flow komt, dat alles begint te lukken. En dan worden natuurlijk die kleine beslissingen enorm belangrijk. En ja, dan moet je natuurlijk, dan ga je die kleine beslissingen aanvechten in de hoop om terug in die wedstrijd te komen of te kunnen aanklampen. Mag ik dan zeggen dat ijdele hoop is? Ja, achteraf gezien misschien wel. Hè. Zij maken, als ik me niet vergis, 18 doelpunten op de tweede helft. Maar toch, ja, je klampt je vast aan die laatste strohalm. En gevoelsmatig begint dan alles tegen te zitten. Hè. In onze eigen aanval lukt het niet meer. Verdedigend beginnen zij de golen om onze oren te kletsen. En dan die paar beslissingen die je dan vindt die in je nadeel zijn, die ga je dan natuurlijk aanvechten. Hè. Maar daar lag vandaag zeker niet de oorzaak van de uitslag. Die lag gewoon bij de kwaliteit van Boekenberg. Ja, ik wilde het net aanhalen. Je zegt van als ze in de flow komen, ja, het is een geoliede machine, hè, Boekenberg. Ja, absoluut. Zij slagen er nu toch in om al enkele jaren min of meer met hetzelfde team te spelen. En zij beschikken eigenlijk toch zeker over 6 mensen, over echt klasbakken. Wow, en dan wordt het moeilijk, vanaf dat er dan ook maar iets tegen zit, wordt het moeilijk om die machine eigenlijk te stoppen, absoluut. Hoe zit het met Borgerhout? Wat zijn de ambities van jullie? Ja, ik denk dat het voor ons een vrij open competitie gaat worden. Er zijn zo'n aantal wedstrijden die ik hier natuurlijk nu niet ga noemen, die we echt moeten winnen, hè, om ons veilig te stellen. Want in een reeks met 8 ploegen, hè, moet je zowel naar beneden als naar boven kijken. Maar ik denk, eens we op gang zijn, kunnen we wel vrij ver geraken. Daar ben ik wel overtuigd van. En ik denk dat we dat ook vandaag die eerste helft laten zien hebben, dat we wel echt iets in huis hebben. Natuurlijk, Boekenberg is voor ons niet de ploeg waar wij onze punten moeten komen halen. Maar als je ook de andere uitslagen ziet, als je Sikopie Meeuwe ziet en als je Voorwaarts Kaldi ziet, denk ik dat alles open ligt voor bijna alle ploegen in de Top League.